Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Schapers, Ome en Brabant Groen. Dit is De Kletspet, met elke week weer drie vragen over één of meer actuele onderwerpen. Als de Oosterhoutse ondernemers vanaf 15 januari massaal opengaan, vindt u dan dat de politie moet handhaven? Nou, dat vind ik niet. De ondernemers hebben het al slecht zat. En ik denk dat de ondernemers zelf daar het beste in beslissing kunnen nemen. Ja, dus niet hoeven te handhaven. Nee. Heel simpel. Ik ben er wel klaar mee. Ik vind dat de politie moet handhaven, ja. Omdat, regels zijn regels. Nee. Laat alles maar gewoon zijn gangetje, want deze zooi blijft ieder jaar terugkomen. Hoe dan ook. Dus ik zou zeggen, gaan we kapot, dan gaan we kapot. En voor de rest vind ik het allemaal prima. Nou ja, dat is een moeilijke vraag. Het liefst zou ik zeggen van nee natuurlijk. Maar aangezien ik nog redelijk gezagsgetrouw ben, zou ik bijna zeggen van zorg dat ze wegblijven. Dan hoeven ze ook niet te handhaven. Ze moeten zich zo weinig mogelijk laten zien. Nee, zeker niet. Laat ze maar lekker open gaan. Ze verdienen het. Ja, dat is normaal. Dat moet sowieso altijd gewoon blijven gebeuren, vind ik. Aan tafel en politie en zo. Dus ja, dat vind ik heel goed. Ja, zo. De politie mag van mij handhaven. In die zin dat ze kijken of mensen zich aan de 1,5 meter afstand houden en de juiste mondkapjes op de juiste manier dragen. Daar mogen ze voor mij op handhaven, maar niet op het al dan niet open zijn van de winkels. Nee, helemaal niet. Mogen die mensen nou eindelijk eens wat verdienen? Die hebben al zoveel ellende meegemaakt. Nee, ik vind dat ze heel terecht open gaan. En ik zal er ook naartoe gaan ook. Wat verwacht u van Ernst Kuipers als nieuwe minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Ik zou het niet weten, eerlijk gezegd. Ik volg het niet zo. Ernst Kuipers is een buitengewoon bekwaam medicus, maar is geen man geschoold in de politiek. En ik denk dat hij het hier en daar nog heel moeilijk zal krijgen, want politiek is een heel ander beroep dan medicus. Ik zou niet weten wie dat is, want ik bemoei me eigenlijk daar niet mee. Ik ben niet zo van de politieke toestanden. Ja, het is makkelijk praten als je het niet hoeft te doen. Ik zou niet graag in hun schoenen staan. Ik wens ze ook heel veel sterkte, maar ik hoop dat ze wat plausibeler worden, zeker naar de opening van winkels en ook de horeca. Want die laten ze op dit moment heel erg ver achter. Nou, het is een zaakminister, hè? Dus ik vertrouw hem. Ik heb er veel vertrouwen in, mag ik zo zeggen. Ja, ik zeg eerlijk veel over de politiek en zoveel. Ik bemoei mezelf ook niet veel daarmee. Maar ja, als het goed is voor Nederland, ja, dan is het goed. Voor Oosterhout, als het goed is, ja, alles, als het maar goed is. Hè. Ja, heb je geen klacht daarover, nee. Ja, dat is iets, hè. Hij komt natuurlijk uit de ziekenhuiswereld, dus hij heeft meer kennis van zaken. Maar hij zit natuurlijk in een kabinet en hij is niet de enige die beslist. Dus ik heb goede hoop dat het misschien op een andere manier zal gaan, maar verder qua versoepelingen heb ik daar nog niet zulke hoge verwachtingen van. Want ze doen toch, ja, ik hoop dat ze naar eer en geweten toch kijken naar hoe het virus zich handhaaft. Of het stabiel is. Ja, ik vind het eigenlijk een beetje moeilijk beantwoordbaar. Maar het positieve is dat hij in ieder geval uit de ziekenhuiswereld komt en meer kennis van zaken heeft dan Hugo de Jonge. Ik denk dat hij het wel beter gaat doen dan zijn voorganger. En mag ik ook hopen. Maar ja, we moeten afwachten. Hè. We moeten allemaal geduld hebben. We moeten een hele lange adem hebben. Noem het maar op. Vul het maar in. Het is allemaal wachten. En je aan de regels houden. Als iedereen dat nou eens deed, dan waren we een heel stuk verder dan dat we nou zijn. Dat vind ik wel. In hoeverre bent u bereid om buiten op drukke plekken een mondkapje te dragen? Kijk, daar is hij. Ik ga zeker in zo'n straten als de Arendstraat en de Kerkstraat draag ik al vanaf het begin een mondkapje. Dus ik ben daar heel erg strikt in.
Hij is klaar in mijn handen om hier naar binnen toe te gaan. Niet. Buiten draag ik hem eigenlijk niet. Hier binnen wel, maar buiten niet. Niet zo breed, omdat ik denk dat er buiten weinig kans is op besmetting. Ik vind dat eigenlijk pure onzin. Hou die anderhalve meter afstand en voor de rest zou ik zeggen, laat alles op z'n loop. Ze willen toch hebben dat wij al onze endingen pakken. Eigenlijk moesten ze het gewoon voor iedereen verplichten, net als in andere buitenlanden. Ik draag het nu al 2 jaar en ik ga er gewoon mee door zolang het nodig is. Voor bescherming van mezelf en bescherming van anderen. Zoveel als het moet. Ik heb geen last van. Het is niet dat ik allemaal geloof dat ja, het beschermen en al die dingen. Maar kijk, als je kan dingen voorkomen, ja, dan doe je de beste daarvoor. Niet voor de mensen buiten. Denk eerst aan je familie, aan thuis. Weet je. Dat is voor mij belangrijk. Dus ik draag het zo lang mogelijk. Dat ik en mijn familie kunnen een beetje blijven, veilig daarvan blijven. Dus. Voor mij is, ik heb geen datum bijvoorbeeld zeggen, ja, op je zaad, nee, niks daartegen. 100%. Ja, ik zie daar zeker het nut van in. Ik vind het een hopeloze ellende, maar als het verplicht wordt, dan ga ik aan meedoen. In de winkels moet het toch ook? En als daardoor die corona minder wordt en hopelijk ooit weggaat, dan ben ik een van de voorstanders. Ik ga het echt doen. Serieus, want ik heb hem al in mijn zak zitten. Dus het gaat helemaal goed komen. Echt waar. Ja, het moet helemaal goed komen. Zo is dat. Daar wou ik het mee zeggen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Schapers, Omen en Brabant Groen.